Ja, ik bedoel, het was voor mij ook even schrikken wanneer je zo'n mailtje voorbij ziet komen. Als je haren wordt geroepen dat ik stoppen moet of dood moet. Denk maar niet dat dit wat mij bedoelt. Rijp alleen maar vuur. Niet voor korte duur heb ik met alles en iedereen gehad. Fuck dat, want ik ben rapper. Rapper! Yeah boy! Assalamu alaikum mensen, welkom bij een nieuwe video. Vandaag, ja, best wel een opvallende video. Ik heb laatst namelijk een mailtje voorbij komen van Sjors Peter. Claim recht / auteur video's, artiest, rapper, Sjors, tussen twee haakjes, nooit toestemming verleend, publiceren video's. Dan van, hè? Wat voor mailtje zou dit kunnen zijn? Ik heb nog nooit zoiets ontvangen, dus laten we het even gezamenlijk checken wat hier in dat mailtje staat. Claimrecht / auteur video verwijderen of aansprakelijk worden gesteld door gerechtshof voor geleden schade. Gebeurt dit niet snel, schakelen wij alle middelen in rechtszaak te beginnen tegen u. In een rechtszaak. Om te beginnen tegen u. Wij willen u erop attenderen, comma en dan weer daarna een hoofdletter, dat wij advocatenbureau inschakelen voor de video die u openbaar heeft staan van rapper Sjors. Wij zullen ook op politie.nl aangifte doen. Dubbele punt. Wij vragen alsnog netjes en snel video van uw YouTube kanaal te verwijderen. Deze video's te verwijderen. Nou, laten we ook maar niet eens beginnen over de spelling, zinsopbouw, alinea's en allemaal van dat soort gekkigheid. Laten we even kijken over welke video's hij het nou precies heeft. Lekker man. Oh ja, hier luisteren we naar rapper Sjors. Wanneer ga jij daar eigenlijk een item mee opnemen, rapper Sjors? Yeah! Yeah, rapper, ben rapper, yeah! Maar? Ik vind hem wel dood. Ja? Wat, vind je hem wel, zeg maar, lijns en zo hebben? Ik vind hem keihard. Ja? In zijn genre, zeg hij maar, heeft is hij iets. Nummer 1. Ja, ja, in zijn genre. Maar hij is volgens mij ook de enige in zijn genre. We moeten gewoon wat doen met hem. Laten we ook even dat andere linkje bekijken. Ja, wanneer komt weer een nieuwe track? Ja, zo snel mogelijk. Hé bro, weet je wat wij moeten doen? Binnenkort kunnen zijn. Maar zullen we eens een keer samen een vlogje opnemen? Oh. Oh. Hey, zullen we een keer samen een track maken? Oh. Dat kunnen we ook doen. Oh. Jij mag niet mee. Nee. Ben ik nu afgewezen door rapper Sjors? Ja. Oké, okay, hier waren we dus bij de opnames van de piepquiz bij First. En rapper Sjors die kwam in mijn vlog. De grap is, elke keer als rapper Sjors, als je hem ergens tegenkomt. Ik ben hem nu 2-3 keer tegengekomen volgens mij. En elke keer als je hem ergens tegenkomt, dan heeft hij een oudere man. Wat lijkt op een Sjors bij zich, maar die zegt helemaal niks. Die loopt de hele tijd met een... Die loopt de hele tijd met een camera jou te filmen en Sjors te filmen en alles te filmen wat daar maar ook gebeurt die dag. Ik denk dat het zijn vader is. Nee, ik weet zeker dat het zijn vader is. Dus die loopt ook de hele tijd te filmen. Ja, en ik filmde rapper Sjors gewoon omdat ik dacht van, hey, toevallig heb ik het laatst over je gehad en nu kom ik je tegen. Dus het is best wel grappig en toevallig. Dus daarom, hey, hoe gaat het? Blablabla. Zoals jullie zagen, niks ernstig. We hebben niks gezegd over rapper Sjors. Volgens mij is hij zelfs nog in een andere vlog te zien geweest achter de schermen bij de clip op. Namens van Busy. Maar ja, tot nu toe altijd gewoon goed. Nooit problemen gehad met die gast. Dus toen ben ik een beetje research gaan zoeken naar dit mailtje. Het blijkt dus zo te zijn dat deze mailtjes naar iedereen worden gestuurd. Dus elke YouTuber die ooit maar iets van rapper Sjors in zijn video's heeft gebruikt, wordt dit naartoe gestuurd. Dus het kan zo zijn dat het een automatisch mailtje is. Of het kan zo zijn dat het gewoon kopiëren, plakken. Of... rapper Sjors die echt bij zichzelf denkt, of in ieder geval zijn management, vader en moeder, die dus zeg maar die dingen sturen naar mensen gewoon overal waar ze maar rapper Sjors in zien staan, zonder ook maar echt even dubbel te checken van hoe en wat. Ik dacht bij mezelf van, weet je wat, ik heb nou toevallig nummer van rapper Sjors, heb ik, je weet toch, links en rechts heb ik dat voor elkaar weten te krijgen. Ik ga even hem proberen te facetimen. Nou, hij gaat niet opnemen via daar. Dat is zeg maar die facetime via WhatsApp. Laat ik hem even gewoon normaal proberen te bellen. Rapper Sjors. Ik denk niet dat het gaat worden.
Hij is in gesprek. Ik ga hem zo meteen proberen nog een keer te bellen. Maar eigenlijk wat hij dus wil zeggen in dit mailtje is van haal die video's offline. Of wij doen aangifte tegen jou. Nou heb ik daar wel een boodschap terug voor. Maar ik wil hem dat wel even goed duidelijk maken. Dus ik ga hem gewoon zo meteen even nog een keer proberen te bellen. Het is nu 15 minuten later. Ik ga hem nog een keer proberen om even rapper Shorts te bellen. Nee. Dan gaan we het op een andere manier oplossen. Dit is ook trouwens zijn appnummer. Kijk maar. Rapper Shorts. Als je hierop drukt zie je een fotootje van rapper Shorts. Hè, die lekker aan het shaken is, papa. Dus daarom ga ik hem even een memootje sturen. Om hem wel even duidelijk te maken wat ik, wat ik vind van dat mailtje. Van dat mailtje wat ik van hem heb ontvangen. Hey rapper Shorts, je spreekt met Youssef aka Youssef. We hebben elkaar al een paar keer ontmoet. Ik hoop dat je dat nog kan herinneren. Ik zag laatst een mailtje van jou voorbij komen met daarin claimrecht en auteursrecht en dat soort dingen. En dat je eigenlijk dreigt eigenlijk om, je wilt ze offline hebben. En gebeurt dat niet, dan wil je een rechtszaak instarten, advocatenbureau inschakelen en zelfs aangifte doen op politie.nl. En ik dacht bij mezelf van, het is natuurlijk niet leuk en ik bedoel, het was voor mij ook even schrikken wanneer je zo'n mailtje voorbij ziet komen. En aangezien ik toch wel een soort van dacht dat wij een goede band met elkaar hadden. Maar ik vind het vooral erg dat het misschien jou heel erg stoort dat die video's online staan. En ik denk dat het beste is als ik de video's gewoon online laat staan. Ja, blijf gewoon online staan. Kan je er niet mee, kan je er niet tegen. Begin maar in rechtszaak. Begin maar in aangifte.politie.nl. En stuur al je advocaten maar mijn kant op. Want dan gaan we er een heel groot iets van maken. Heb je dat begrepen? Rapper Shorts, yeah. Voor de mensen die het niet geloven, ik heb echt deze ding gestuurd. Shorts, je spreekt met Youssef, a.k.a. Youssef. We hebben elkaar al een paar keer ontmoet. Oh, wacht. Hij is hem nu ook aan het luisteren. Twee blauwe vinkjes. Ziet, twee blauwe vinkjes. Dus die man is hem aan het beluisteren. Rapper Shorts, mocht je dit zien. Wat ik net zei, meen ik echt. Ik heb niks verkeerd gedaan, dus start iets dan. Begin iets, zou ik zeggen. Voor de rest, ik hoop dat jullie toch wel hebben genoten van deze video. Ik vind het best wel grappig eigenlijk. En mocht er nog een reactie hieruit komen, laat ik het jullie weten. Vonden jullie deze video nou leuk? Doe een blauw duimpje omhoog. Vergeet natuurlijk niet om te abonneren op mijn kanaal. Vergeet natuurlijk ook niet om hieronder reactie achter te laten. Vergeet natuurlijk ook niet om dingen te vergeten. Want zoals jullie weten, sluit ik altijd af met een...